Lens Duivenstein, ja, de periodetitel is binnen. Het moest uit jullie tenen komen volgens mij. Ja, dat zeg je goed. Zo voelt het ook wel een beetje. Maar ja, misschien is het dan wel extra lekker dat je hem zo laat nog binnen schiet. Dus ja, uiteindelijk winnen we wel en dat was het doel vandaag. Ja, is het dan toch iets van nervositeit of ja, waarom lukt het dan niet zo lang? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk juist dat we wel goed begonnen. Ik zou juist zeggen, als er nervositeit is, dat het in het begin van de wedstrijd is. Maar we begonnen wel goed. Ik een grote kans, Anthony. Juist daarna zakte het weg. En kregen we ook niet zo goed de druk op Jong Utrecht. Ik denk de laatste half uur van de wedstrijd wel weer. Op een gegeven moment was het wel tegen de tijd spelen, maar super lekker dat hij alsnog erin gaat. Ja, heb je überhaupt gezien hoe hij erin ging? Want ja, jij liep net van het veld af voor je wissel en ineens ligt hij erin. Ja, ik was nog handjes aan het geven aan mijn medespelers, dus ik zag het eigenlijk niet goed. Ik zag alleen Damien opeens in de hekken vliegen, dus was wel genieten. Dat was positief. Ja, zeker. Hoe lekker is deze periodetitel? Hoe belangrijk is dit? Ja, super lekker. Gewoon voor het goede gevoel. Ik was eigenlijk al nog niet verzekerd van de play-offs, maar ik ging er wel vanuit dat je dat zou gaan spelen. En ik hoop vooral dat dit en deze periode en dit feest ons een geweldige boost gaat geven voor de rest van het seizoen. Want ja, over 2 maanden, zeg maar, het grotere doel is natuurlijk de promotie. En dat gaat over 1 maand, 2 maanden ongeveer verdeeld worden. Maar wat ik zeg, ik hoop vooral dat het een boost gaat geven. Ja, vandaag hadden jullie een hartstikke vol stadion achter jullie staan. En uitverkochte vak D. Hoeveel energie geeft dat? Heel veel. Als je denkt dat je niet meer kan en je hoort ze weer zingen, je hoort ze weer ons steunen, geeft dat je gewoon extra kracht om door te blijven gaan. Dus ik ben ook hartstikke blij dat we het voor hun hebben kunnen doen. Als je net zag, heel groot feest met de fans en de supporters. Het is gewoon super mooi, dus dat doet me ook hartstikke goed. Ja, vrijdag is de volgende thuiswedstrijd alweer. Is er wel tijd voor een feestje? Klein feestje. Ik denk wel, als je een periode wint, mag je wel even vieren. Snel ook weer de focus op vrijdag. Top, dankjewel. Ja, dank.